Let op, dit wordt super grappig. Hallo meneer, ik heb iemand voor u aan de telefoon. Ja, dat kan niet komen. Jawel, nee, echt waar. Nee? Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik ben samen met Deetje en wij staan op dit moment op het voetbalveld. En voor ons, we komen serieus net aan, is Quinn aan het spelen. En gezondheid. Gezondheid. En Quinn die moet tegen de koploper spelen. Dus ik ben heel erg benieuwd of het een beetje een spektakel wordt. De vorige keer dat we bij Quinn kwamen kijken, was het iets van 8-1 geworden. Ja, maar nu moet het of 12-1 of zo. Ja, tegen de koploper, dat zeg ik net. Ja, maar daarom wordt het de score wel wat minder. Ja, dat denk ik ook. Wie weet, hopelijk kunnen wij wat doelpunten vastleggen. Maar dat gaan jullie vanzelf zien natuurlijk. Nou, ik kom even hier bij de dugout. En ik krijg van Mees te horen dat jullie met 6-0 voorstaan. En ik zeg, het is de koploper, what the fuck? Zegt hij, ja, doe me makkelijk joh. Maar jij hebt wel een blessure? Ja. Wat heb je gedaan? Geen idee, het geldt erin. Oh. Dat is jammer. De vorige keer wonnen we met 21-1. 21-1? Ja. Van hun? Nee, van anderen. Oh, ik wou net zeggen. Weet je wat ik ga doen? Oh, is het een doelpunt? Nee, bijna. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even naar het doel lopen van de tegenstander. En dan kan ik vast wel wat doelpunten nog een film krijgen voor jullie. Zie jij wat ik zie? Penalty. Oeh. Spannend. Kom op. Oh. Doelpunt. 7-0. Ik heb een mooi plekje geshotgund hier naast het doel. Nu maar afwachten totdat de doelpunten vallen. Daar komt de eerste. Oh. Nice, Jonathan! Hey. Boeiaa! En boom! Zo! Dat is ook knap. Boom! Oh, nog een keer! Oh! Oh, lekker jongen, Jonathan! Woo! En alweer. Boeia! Kom op, Quinny! Kom op, jongens! Op de voorhoofd, hè? En nu gaan alle tegenstanders gaan je dekken. Oh! Oh, wat zei ik, Quinn? Op je voorhoofd, je dikke voorhoofd! Ik zei het nog! Ik zei het! Quinn deed het! Ja. Hij deed het! Ja. Lekker Quinn! Woo! Ik zei het! Mijn godje! Ik zei het op zijn dikke dode voorhoofd! Ze zei het, ik ben een dikke voorhoofd! Ja, niet, maar alsnog, ik kop erin! Ik zei het nog op zijn voorhoofd! En het is nog gebeurd ook! Kom op, Kars! Mooi! Schieten! Boom! Quinn voor jou! Oh, yes. Lekker joh, goed verdedigd! Hallo, zit je nou de tegenstander aan te moedigen? Nee, maar hij is een hele goede dope fan en hij mag ook een keer een compliment krijgen. Lekker hoor, nummer 16! Ja, ik ben wel knolbouwer! Ik mag wel sportief zijn, kom op! Ho! Oh! Oh! Oh, Quinn! Oh, joh. Jongens, ik word helemaal panisch hier. Wat spannend! Nou, spannend. Oh. Ja, dit was even een spannend momentje, dat wel. Kom op, Quinn! Oh, kom op, Quinn! Oh, lekker, Quinny boy! Uwe Quinn Games, representing! Lekker, hoor! Wow! Kom op, Quinn! Oh, lekker Kasper! C-A-S-P-E-R, Kasper! Oh, K-A-S-P-E-R, Kasper! Ja, weet ik veel. Kasper is meestal met een C, toch? Wie de fuck heet Kasper met een K? Heel veel mensen, ik weet het zeker. Oh, sorry, dat wist ik echt niet. Nou, dikke shout-out naar alle Kaspers met een K. En ik weet niet hoeveelste goal dit al was? Ik denk dat we wel nu boven de 10 zitten. Ja, maar dat ik heb vastgelegd iets van 5 of zo. Het is echt niet normaal. Ze zijn alleen maar in de aanval. Het is echt wauw. Ik heb ook medelijden met de keeper. Ja, keeper van Jonathan. Die staat alleen maar stil. Gewoon al een hele wedstrijd niks te doen. Ja. Beetje uit zijn neus te vreten. Boom! Oh! Dilano, lekker hoor!
En dat was einde wedstrijd. Einde wedstrijd. Dat was het. Oh, voorbij. Nice. Ze hebben dan wel verloren, maar we gaan alsnog even een selfie maken met het hele team. Knolbouwer! En omdat de jongens zo goed hebben gevoetbald en wij zo goed hun hebben gesupport, hebben we lekkere oliebollen en ook voor thuis gehaald. Mmm, is die lekker? Je hebt al één hapje gehad. Vertel. Ja, lekker. Vertel in alle details, hoe lekker is het? Super. Is het sappig? Heb je het in één hap weg? Proef je de krentenbollen? Zijn ze lang gereisd? Of gerezen, of hoe noem je dat? Ja hoor, schat. Is hij goed? Hij is goed. Nou, ik kan ook niet in de ik ga er geen meer woorden aan vuil maken. Ik ga gewoon genieten. Oké, geniet jij maar. Ik ga genieten. Dikke swag. Ik ben hier heerlijk binnen aan het chillen, kan je niet echt zeggen. Ik heb net een Minecraft aflevering opgenomen, die heb ik nu in de render staan. En toen kwam D eigenlijk al meteen naar mij toe met een korte broek. Want hij zei, zo, die lange broek, die kan niet. Vindt Bumper ook. En hij vindt ook zo mooi weer dat hij meteen naar buiten rent. Dus nu heb ik een korte broek aangedaan. En wij gaan zo meteen op verjaardag. Maar voordat we op verjaardag gaan, gaat D met haar nieuwe capo. En dit is een capo. Gaat ze even een heel erg mooi liedje zingen. Welke dan? Er was eens een meisje. Met een... Er was eens een meisje en ze at een radijsje. Die bedoelde ik niet, maar was wel leuk. Nu de serieuze, let's go. Overkomt de beste. Nee, je knipt het eruit. Nee, overkomt de beste. Things seem something groovy. Space off and turn, you wanna play. She'll flame like some kind of movie. And smokes the last of his cigarette. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy. Oh, no mercy. Oh, there won't be any mercy. Zo, dat was fucking nice. Jawel, ik vond hem echt goed. Geef hem nou die high five, want ik sta verscheurd. Geef hem nou die high five. Kijkers, high five. Help, ik verdrink in de Sprite. Help. Ik heb zoveel medelijden met hem. Dat was random as fuck. Kitty boy! Yay! Wij gaan naar een verjaardag. En we hebben er super veel zin in met z'n allen. Dus we gaan in de auto zitten. Oh, Bumper, gaat rijden. Oh my god, Bumper. Ga jij rijden, Bump? Ga jij rijden? Oh my god, super hilarisch die Bumper. Wij gaan in de auto. Wij gaan even iets van een half uurtje rijden. En dan zijn we er. Yeah! Oh shit. Oeh, dat was pijnlijk. Jij zegt altijd van ik laat bijna nooit boeren. Maar de laatste tijd lijkt je echt veel boeren. Ja, voor de kijkers lijkt het ook zo. Maar dat komt gewoon omdat elke altijd keer... Altijd als je filmt, dan ga je dat is... Yo, dikke shout-out naar hun. Wij zijn op de verjaardag en let's have some fun. Oh, we zijn er net en we zijn meteen even een lekker potje aan het voetballen. En dat is relaxed, want ik had het laatst in de Minecraft Survival erover. Dat ik voetbal heel erg mis. En nu ben ik hier dan, een beetje voetbal aan het doen. Super relaxed. Oh ja, dan moet ik wel opletten. Ik moet wel opletten. Ja. Dikke shout-out naar jou, man. Ook dikke shout-out naar jou. Want ik ben bij hun... Bij hun. Ik wou zeggen, ik ben bij hun huis, maar dat kan niet. Het gaat groot worden, denk ik. Ho, 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 ho. Oh, toch niet. Wat gebeurt er als je fanatiek aan het voetballen bent? Inderdaad, de bal valt in het water. Wat ga je dan doen als je hier bij de baas Fons bent? Dan pak je het bootje en dan pak je de paddles. En dan gaan we mooi weer op een bootavontuurtje. Ja, bal in zicht. Kom er net niet bij. Oh yeah. Nice. Nou, ik denk dat de mensen wel willen voetballen. Dus ik denk dat je hem net zo goed daarheen kan gooien meteen.
Alsjeblieft. Oh. Ja. Kom, we nemen de tak mee, Fons. Ja, waarom eigenlijk? Voor bumper. Ja, oké, okay, best. Ja. En hey, Fons. Wat? We gaan nu weer... Wow. We gaan nu weer richting huis. Oké, okay, ja, hey, alleen bal. Ik heb... Oh, er ligt inderdaad een lekker bal. Oh, goede vondst, Fons. Maar ik heb nog helemaal geen taart gehad, Fons. Ja, oké, okay, ik kan het thuis halen. Ga je dat straks voor me regelen? Ik kan het ook gewoon zelf regelen of zo. Dus. Moet ik dat zelf regelen op jouw verjaardag? Boeit mij het wel. Wat een ba... Ew. What the fuck is dit? Dode plant. Wow, allemaal sp... Ik ga hier weg. Pumper, ik heb een tak voor je meegenomen. Nee, niet daar. Pumper. En die andere hond ook. Pak hem. Nee, bij ons pak nooit. Nee, oké. Okay. Pumper wil hem pakken, maar dat kan niet, Pump. Schatje, kom eens. Pumper. Pak hem. Oh. Wow, Pumper. Wow. Hé, hey, jij bent ook een mooie hond. Waar ga je heen? Nee, Bubbel gaat zwemmen, Bubbel. Gaat hij zwemmen? Mag het niet? Nee. Ja, we hebben de bal en we hebben een tak. Dus goede vondst. Pumper, hup. Mikey gaat er zo doorheen. Pumper, hup. Toma. Ze kunnen er echt nog maar net tussendoor. Super komisch. Yes, mensen. Oh, een heerlijke taart. En dit is niet zomaar een taart. Dit is een stroopwafeltaart. Heb jij die uitgekozen? Nee? Het is smakelijk. Zijn jullie jaloers thuis? Oeh, stroopwafeltaart. Ik heb net een klein stukje genomen. En wauw, het is lekker. Daarom wilde ik het even vastleggen. Wow. Deze man... Altijd wanneer ik het niet meer verwacht. Deze man is wel een baas, want hij kwam net naar me toe lopen en hij zei: heb je ooit een buitenlander in je vlog gehad? Ja. Nou, dit is het dan. Ja, dit past gewoon in mijn inburgeringsverplichtingen. Ja. Zo van, je moet haring eten iedere zaterdag, heb ik gedaan vandaag. Oh ja, en je moet met de meest beroemde vlogger van Nederland, moet je een keertje op de vlog. Ja. Mag ik weer 2 jaar langer blijven in Nederland. En een jointje ook. En een jointje, nee, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Dat doe ik altijd. Hè. Dat doet Bubbels wel, hè. We gaan eventjes patat halen, want ja, zulke soort dingen doe je op een verjaardag. En holy shit, ik mag gewoon met de auto van de opa vandaan. En dat is een dikke Mercedes, jongen. Yo! Dus ja, we hebben zelfs een gehandicapte pas, geloof ik. Hey, dikke Pies! Hey! En als ik even in ga stappen, dan... Het ruikt toch echt naar Mercedes? Ja, Mercedes hebben altijd zo'n bepaalde lucht en daar ruikt het ook gewoon. Zo! Deze keiharde zwerk van je opa heb ik nog nooit gezien. Nokia 3310! Ja, het is in ieder geval een soort van oude Nokia. Ja, en ja, sowieso. Dikke gehandicapte pas. Dus we kunnen gewoon overal parkeren. Maar echt een dikke shout-out naar je opa. Fucking tof dat we de auto mee kunnen nemen. Alleen, hoe moet ik rijden? Ja, zo. Oh, dit erin? En dan draaien. En dan... draaien. Oh, dit is een automaat? Ja. Oh, fuck. Oh my god, het ziet er helemaal niet uit als een automaat, omdat nee. Hij best wel oud is. Zoals oh, rijden. En zo kan je dan... het wel. Oh. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Gewoon oh. op in zijn achteruit zetten. Ik zal eerst even een gordel omdoen. Ja. Oh, hier! Ja. Kijk hoe dit eruit ziet, maar dit heb ik nog nooit gezien. Meen je weer? Ja! Fuck! Heel leuk dat we met de Mercedes kunnen, maar ja, ik moet hem ook kunnen besturen. Ho! Hoppakee, even gordel om. Dat is wel heel erg belangrijk natuurlijk. Ah, nou, dit is gewoon een spelletje, joh. Het is gewoon tuk 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 tuk. Het is gewoon echt een kinderspelletje. Dan ga je wel meteen achteruit, hè, als je er hem nu loslaat. Hoe kan je mensen? Op hoop van zegen. Echt wel. Oh, ik deed het net verkeerd, zei Daan. Want het is hier in Leerdam heel erg gelovig. Helemaal geen disrespect hoor, dat ik dat deed. Maar hoe doe je het precies? Zo. Links, zo, rechts, onder... In de naam van de Vader, zo. De Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nee, maar dat doen wij. Ja, maar dat weet ik dan natuurlijk weer niet. Ja, maar dat heb ik geleerd op basisschool. Nee, ik weet alleen dat het God is. Neem het dan maar gewoon van ons aan. Ja, ik geloof het ook wel. Maar ik weet alleen dat het God is. Ik wist niet... Ja. Die. We doen ons best. Let op, dit wordt super grappig. Hallo meneer, ik heb iemand voor u aan de telefoon. Ja, dat kan niet komen. Jawel, nee, echt waar? Nee? Hallo, met wie spreek ik? Deze auto is zo bazig als je zo'n telefoon hebt, dat is toch vet? Oh my god. Ja, nee, is goed hoor, Piet, kom zo aan. Meneer, ik heb iemand voor u aan de telefoon. Voor mij? Ja, voor je aan de telefoon. Daar geloof ik niks. Nee, echt waar? Nee joh.
Nee? Shit, waarom gelooft niemand? Ja, Piet, ze geloven het nog steeds en ik snap er ook niks van. Iemand aan de telefoon? Ik snap niet waarom iedereen zo'n hekel aan je heeft, Piet. Hallo? Mevrouw, ik heb iemand voor je aan de telefoon. Ja, echt waar? Ja, dat kan. Piet, nog steeds geen succes, jongen. Niemand wil je spreken. Ik snap er helemaal niks van. Echt, niemand wil je spreken. Maar er komt nu een meneer aanlopen. Misschien wilt hij u wel spreken. Meneer? Ik heb iemand aan de telefoon, wilt u hem ook even spreken? Nee hoor, maak het gesprek lekker zelf af. Ah, oké, ik moet het gesprek lekker zelf afmaken. Piet, ik heb nog steeds slecht nieuws. Niemand wil je spreken. Hoe lang duurt het wel niet met die patat? We zijn denk ik al een kwartier. We staan hier serieus echt gewoon een kwartier. Zonder grap, geen gein. Maar ik weet ook niet waar het is, dus we kunnen ook niet even erheen lopen. Nee, ik ben een beetje onbekend hier in Leerdam. Maar het is wel gezellig hier, dat moet ik wel toegeven. Wij gaan nog maar even wachten. Ja, u wilt daar even spreken? Mevrouw, ja. Ik heb iemand voor u aan de telefoon. Geweldig. Ja. Dankjewel. Ik zeg echt een succes ermee. Wilt u echt niet Piet even spreken? Nee, willen wij niet. Piet, ik vind het hier steeds ongezellig geworden in Leerdam. Niemand wil je spreken. Ik snap er helemaal niks van, Piet. Echt niet gewoon. Meneer, ik heb Piet aan de telefoon. Wilt u heel even Piet spreken? Hallo? Oh ja. Oh. En? Wat zei hij? En toen kreeg hij 3. Dus toen gingen we. Hij snapt het niet. En toen moesten we weer. Snapt Piet het niet? Nee. Maar eindelijk mensen, iemand wil Piet spreken. Eindelijk. Nou Piet, was een succes hè, uiteindelijk toch nog. Oké, doei Piet. Ja. We hadden dus frietjes besteld. Nee. En daarom zegt, ja voor 10 personen. Dan zegt die vrouw, wat zeg je? 10 personen. Oké, wij wachten. Echt heel lang wachten. En uiteindelijk gisteren hem voor 3 personen. En wij weer bestellen, moesten we alsnog weer wachten. Ja, wij zeggen van, ja mevrouw, we hadden toch voor 10 personen. 10 personen? We zijn toch 3? Serieus? Ja, daarom duurt het zo lang. Ja. Oh, we hebben serieus hier 20 minuten nu in totaal gewacht. Maar we hebben het patat, dus let's go home. Bumpen. Zit je lekker, Bumpen, D? Ja, hè, Bumpen? Ja. We hebben even wat getankt, want onze tank was bijna leeg. En nu gaan wij, ja, geloof het of niet, door naar de volgende verjaardag. Er wordt ook weer een gezellig feestje. Dus ja, ik ga in de auto zitten. Bumpen is er weer helemaal klaar voor. Pak ze! Oh, nee! Nee, ik wilde dat je ging blaffen, Bumpen. Boef, 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 boef. Pak hem! Boef! Boef! Nee! Sorry, deze keer doet Bumper het even niet. Zo, ik ben op de verjaardag en het is wel heel erg gezellig. We zijn hier nu naar een of andere bouwterrein gegaan of zo, wat ook weer illegaal is. Het is gebouwd. En één iemand die kan gewoon een salto achterover doen, dus let's go. Voorover. Oh, voorover. Nee, achterover. Nee, dat doen we even nog. Hij gaat niet breken, Ja, iedereen heeft wat biertjes op, maar dat had je wel kunnen merken. Kan ik goblin! Salto achterover? Hij is goblin, hè? Jij bent dik. Goblin. Oh! Oké, nu ga ik het wel doen. Ik denk dat het wel lukt. Ja, ga je het ook? Van wie is deze? Hier, hou van. Ja, dat is goed. Hier. Vooruit, hè? Ja, jongen. Doe maar waar jij zin in hebt, Quinn. 1, 2. Hey! Hey! Kom op, jongen. Ja? Kom op, jongen! Bam! Oh, jullie gaan met z'n tweeën tegelijk? Ja. 3, 2. Oh! Allebei als een baas, man. Dus ja, we zijn hier echt gewoon serieus boven op een zandbult bij een bouwterrein. Een beetje aan het chillen. En je hebt hier een of andere glijbaan. Wat ze aan het maken zijn ook al zo. Ja. Echt, what the fuck? Allemaal platen en dan moet je overheen glijden. Robin. Oké, nu. Ik ga met de salto erop. Ja, dat deze mensen zijn echt net gek, jongen. Als ze een paar biertjes op hebben, dan holy shit, joh. Oké, mensen, het is een beetje skeer licht van mijn telefoon. Oh, hij valt uit. Ik heb nieuw licht, maar ik sta nu voor een huis wat nog niet is afgemaakt. Maar je kan er wel naar binnen en dat schijnt heel erg tof te zijn. Dus, oké, laat ik naar binnen gaan. Ga naar beneden. Wacht even. Hey, kom naar beneden. Oké, ik ben echt gaan. Holy shit. Ga je mee? Ik ga mee, ja hoor. Oké, oppassen. Ik ga hem overnemen.
Wow, het is hier helemaal nat, ouwe. Het is echt fucking nat hier, mensen. Dat is niet normaal. Wow, ik kan hier serieus geen shit zien, mensen. Zijn hele been nat. Het is hier ongelooflijk koud op de DH-kamer. Want het raam heeft de hele avond en middag ook al opengestaan. En het is zulk schijt weer gewoon. Want buiten is het zo hard aan het regenen en het is gewoon ontzettend koud. En dan sta ik hier ook gewoon in mijn onderbroek even een beetje een vlog op te nemen. Ik ga dus ook zo snel mogelijk proberen in bed te duiken. Ik wil alleen nog even zeggen dat het heel erg tof was. Op beide verjaardagen was het echt super gezellig. De taart was bij beide verjaardagen echt super goed. Ook bij de tweede verjaardag heb ik geen taart gehad. Maar er waren heel veel lekkere hapjes die elke keer voorbij kwamen. Dus ik heb wel af en toe een beetje meegesnoept. Dus dat was leuk, gezellig. De mensen waren aardig, lief, vriendelijk, open, eerlijk. Noem alles maar. Het was gewoon een leuke dag. En hopelijk heeft het jouw dag beter gemaakt, deze vlog. Als jij niet zo'n fijne dag had, hopelijk heb je een beetje kunnen lachen. Dat vind ik namelijk heel erg tof om te horen als ik mensen kan laten lachen. Daarom doe ik ook af en toe een beetje... als je snapt wat ik doe. Dames en heren, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie allemaal bij een gloednieuwe vlog morgen om 4 uur. En zoals ik altijd zeg, komt-ie. Dacht toch niet dat ik hem zou vergeten. Dikke, vette, peace. Knol, power.